Mijn naam is Marieke en we hebben heel goed nieuws vandaag. Zoals je ziet wordt de laatste hand gelegd aan de padel- en de pickleballbaan. En dat betekent dat we vanaf donderdagochtend daadwerkelijk open kunnen en dat jullie lekker kunnen komen spelen op een van deze mooie banen. Hoe dat precies werkt, leggen we je graag uit. Reserveren van de banen kan via de receptie. Je kunt dit 7 dagen van tevoren doen. En je kunt natuurlijk even langs een van onze receptionistes lopen. Of je kunt bellen. Het telefoonnummer is 038-63-1090. En we reserveren graag een baan voor je. In de Tesqua-app vind je onze Tesqua-spelregels. Die gaan over wat voor schoenen kan ik aan, wat voor kleding wordt erbij, hoe kan ik de baan reserveren. En natuurlijk vind je daar ook de daadwerkelijke spelregels die gelden voor padel en voor pickleball. In de zomer zijn we begonnen met de bouw van de padelbanen. En je kunt nu zien hoe we van 2 tennisbanen zijn omgetoverd tot 3 padelbanen en een pickleballbaan. Gaan we naar Jo van Jo's Weerbericht. Hi, Jo hier van Jo's Weerbericht. Nou ja, het weer hoef ik niet eens te vertellen, want het kan niet slechter dan dit. De padel en pickleballbanen gaan gewoon open. Daarmee heb ik ook wel een beetje slecht nieuws, want mijn contract loopt af. Dat betekent dat ik bij RTO aan de slag ga lopen te lopen, daar het weer doe. Maar ik beloof dat ik 1 keer in de maand nog wel terugkom bij Tesqua. Want ja, ik kan gewoon geen afscheid nemen van jullie. En Marieke, is er eigenlijk nog een feestelijke opening of hoe zit dat? Natuurlijk is er een officiële opening. Die is op 17 november. Kom je ook, Jo? Oh, leuk. En hoe steekt dat dan in elkaar? Het wordt een hartstikke gezellige avond. Je bent welkom vanaf 6:30. We hebben clinics, we hebben een demonstratie en natuurlijk een hapje en een drankje. Dus je bent van harte welkom en ik zou het super leuk vinden om je daar nog te zien. Hartstikke leuk, Marieke. Kom ook even kijken. En tot de volgende keer. Dank jullie wel voor het kijken naar het journaal van de afgelopen maanden. En we wensen jullie heel veel plezier met padel en met pickleball. En heb je vragen, loop even langs de receptie of langs een van onze medewerkers, want we helpen je heel graag. En wil je kwaliteit iets verbeteren? Er is ook les. Padelles. Dus geen padles, maar padelles. Veel plezier! Doei doei!